Hallo jongens en meisjes, en welkom dat jullie kijken naar alweer een gloednieuwe vlog. Ik ben Jentel, jullie kennen me vast en zeker wel. En het is vandaag vrijdag, het is 27 mei en het is warm, het is echt zoel. En wat heb je als het zoel is in België? Ja, met een beetje geluk, warmte onweer. En ja, nu hebben we even wat geluk, want daarnet staken we daar een enkele ontlading. En we gaan nu voor jullie even een kleine reportage proberen te maken, of ja, dat hopen we toch. Maar kijk, als jullie daar kijken, dat zal ik jullie dadelijk laten zien, kunnen jullie alweer een mooie scheiding zien van de bui, excuseren. En nu gaan we voor jullie even deze reportage opnemen. En hopen we dat we eens bliksemopklaring hebben, want het geluid dat jullie zo dadelijk zouden kunnen horen, ja, dat hopen we toch dat we dat kunnen vastleggen, is gewoon zalig. Dus graag tot straks. Kijk jongens, de bui komt dichter als hij, Guillaume. Zeg het maar. Wauw jongens, dit is zalig. Ja, het kan nog wel weer een leuke avond worden. Want wat is er typisch aan het warmte-onweer? Dat blijft continu op dezelfde plaats hangen. En niet continu natuurlijk, maar het trekt maar zeer traag vooruit. En dit maakt het juist leuk of juist erg voor de mensen die in het bepaald gebied wonen. Zo kan er enorm veel neerslag vallen op korte tijd. Ja, nog even opvolgen dit. Jongens, en ondertussen staan Guillaume en ik hier opnieuw. Guillaume, wat vind jij eigenlijk van de situatie nu? Ja, het ziet er goed uit. Ja, het ziet er goed uit. Mooie geluiden. Ja, mooie geluiden. Ja. Dat is wel waar, beste kijkers. Mooie geluiden hier nu. En hopen op die ene bliksem, maar voorlopig nog altijd niets. Maar de bui komt wel dichter. Dus hopelijk nog iets moois. Ja, afwachten dit. Nou ja, dan maak je een vlog over het weer. En dan zie je plotseling een katje. Schattig. Maar het is geen valse hoer. Maar ze beweegt eigenlijk wel niet zo heel veel. Het is een beetje verastijl. Nou. Schattig dit. En we gaan nu even een kijkje nemen naar de vijver. Kijk, en als jullie kunnen zien, de vijver is daar. En we gaan daar nu even een kijkje nemen wat er daar te zien is. En ondertussen vordert de situatie van het onweer misschien. En op de rechterkant hebben we onze familie. Maar dat is voor later. Guillaume staat hier ook. Dag Guillaume. Guillaume, kijk nou eens even. Maar jongens, we gaan dus naar de vijver en dan hopen we straks nog opnieuw een onweergeluidje te horen. Graag, tot straks. Hallo jongens, ik zit hier in een... de sleerbanen van Talikpark. Ja, echt park is het hier niet meer. Het is wel nog altijd, dat is helemaal... Het is geen park meer. Maar ja, je had het niet voilà. We zijn hier in de sleerbanen. Dat kan nou een beetje wonen, ik denk dat we eigenlijk ver in Jovi. Maar ja jongens, voilà, kijk. Ik sta zeker een like deze video zeker. Maar ik moet jullie nog zien uit te geraken. Is dit vast? Nee, het is niet vast. Oei. Ik heb het hier allemaal rost. Voilà jongens, kijk. En ik zit hier met Guillaume. Of Stormchase, maar tegelijkertijd ook in het aanhouden. Voilà jongens. Graag tot straks. En ook Guillaume wil dit proberen. Moet hij een keer klessen en in het water vallen. Schitterend man. Voilà jongens. Kijk eens aan. We staan hier. En hoe ziet de situatie er tussenuit? Kijk maar eens hier. Zeer leuke tafereel hier. Voilà jongens. En zo vullen we onze dag, onze vrijdag. En we doen gewoon eens lekker zot. Dat pak wel eens. Hallo jongens, en het is ondertussen alweer iets van ons laatste stukje van de vlog, maar we gaan nog geen iets doen vandaag. En dat is om af te sluiten, toch nog een enkele kilometer gaan rijden, omdat het kan natuurlijk. En we staan hier met Ime. Nee, dit is Ime niet, dit zijn koeien die in de wei staan, maar Ime staat langs de andere kant. En zo dadelijk tonen wij jullie Ime heen, maar eerst gaan we eens een selfie nemen met deze leuke beesten. Zeggen jullie ook eens iets? Je hoeft niet weg te kijken, je moet iets zeggen. Zeg. Kom maar jongens, doe eens na. Nou ja mensen, kijk, zij werken niet echt meer mee, maar wij wel. En nu gaan we nog een toertje maken, dus graag tot straks. En ik zou zeggen, like en abonneer deze video.
En ik zei dat Ime bij mij stond en dit is Ime. En Ime, dat is mijn broer. Ime, zeg eens iets. Ho jongens, hou jullie rustig. We zijn bezig met opnames te maken. Hou jullie rustig. Zeg iets. Hallo. Ja, zeg dan toch iets voor de kijker. Ja, kies dan. Ik hoor hem van je moeder. Nee. Ziezo jongens. Het is gedaan voor vandaag, onze vlog. Hopelijk vonden jullie hem een beetje goed. En ja, morgen komt er misschien een nieuwe vlog. Ik weet nog niet wat ik morgen ga doen. Maar ja, er kan dus alweer een nieuwe vlog komen morgen. Hopelijk met dan wel eens deftig omweer. Maar ik dank jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, like en abonneer allemaal. En ik heb bijna 60 likes of 60 abonnees. En ik dank jullie daarvoor. Graag tot de volgende keer.